En welkom weer een nieuwe vlog. Je ziet het goed, ik zit thuis vandaag. Omdat ik op het ene in quarantaine zit, dus ik mag alleen naar buiten om mijn hond uit te laten. En omdat ik vandaag geen school heb sowieso, dus als ik school had gehad, had ik online meegedaan. Maar goed, ik heb vandaag wel gesproken met mijn mentor. En voor de rest ga ik maar boven, maar gewoon een beetje vermaken. Want mijn moeder denkt dus wel dat ik daadwerkelijk school heb, want dat heb ik haar wijs gemaakt. Tenminste, nou ja. Daar ging ze gewoon vanuit. Dus ja, ik zorg sowieso dat ik me een paar uur kon vermaken. Netflix, YouTube, boek lezen, een beetje schrijven. Dus dat. Maar goed. En natuurlijk eerst het gesprek. Dus ik ga ook wel aan mijn EBO-cursus werken. En ik ga kijken naar mijn BSO-cursus. Want die heb ik eigenlijk een beetje afgeraffeld. Dus ik hoop dat ik er nog in kan. En dat ik eventueel nog eventjes snel aantekeningen kan maken van dingen die nu belangrijk zijn. Want ik weet natuurlijk niet wat het examen gaat zijn. Voor hetzelfde moet ik straks een observatieverslag schrijven. Of ik ga eerst het examen even inlezen. Dat ga ik doen. Maar goed, ik ga zo eerst even ontbijten. En dan zie ik jullie later. Ik ben lekker BSO-cursus aan doen. Ik heb mijn BSO-examen doorgenomen. Dat is nog best wel moeilijk. Dus ik ga het lekker doornemen met mijn stagebegeleider. Als ik weer naar stage mag. En dus dat. Maar goed, ik ben dus nu weer bezig met BSO. EHBO. En het gaat over insecten en tekenbeten. Oeh, gatsie. Maar goed, ik vind die films wel een beetje vies. Ik doe het meestal het geluid uit. Want dan hoef ik... Dan hoef ik er niet zo... Want het ging ook laatst over geamputeerde lichaamsdelen. Toen heb ik ook het geluid uitgezet. Dat vond ik echt disgusting. Toen verloor iemand zijn vinger. Het was wel in de scène gezet, maar toch vond ik het vies. Dus, maar goed. Voor de rest zijn de opdrachten wel prima te doen. Dus, dat... Nou jongens, mijn stagegesprek ging, die had ik dinsdag, mijn mentorgesprek ging echt best wel goed. Alleen, het werd opgenomen en dat vond ik op zich helemaal prima. Ik werd ook gebeld op mijn telefoon, dus toen moest ik even uitzetten. Maar toen was het nog niet gebeld. Maar precies toen mijn mentor aan het film was voor haar opleiding, besloot mijn kat om in bed te springen. En normaal gesproken was dat helemaal prima. Een lage boeken en mijn telefoon had gelukkig een oplader, want anders was die nu doorweekt geweest. Want mijn kat die dacht, hey, laten we eens in bed springen. Terwijl er een hele volle beker met drinken op haar trap staat. En ze zag het gewoon. Kijk, deze beker staat letterlijk helemaal vol nog. En er ligt nog op één slokje na. Helemaal op grond. En toen zei ik, nou sorry, maar ik moet heel eventjes... En toen vroeg mijn mentor, wat was dat? Ik zeg, nou, mijn kat sprong in bed. Er viel van alles om. Ik heb maar niet gezegd dat er water om viel. Maar what the fuck? Wat een... Maar goed, ik hoop niet dat ze het echt daadwerkelijk op haar opleiding gaat laten zien. Maar volgens mij, nee, dat houdt ze meestal voor zichzelf. Maar goed, ik baal er wel een beetje van. Want het was een hele chaotisch. Heel chaotisch, want je hoorde de hele tijd een kat miauwen op de achtergrond. En dan dacht ik, god. Dinsdag bij mijn stagegesprek. Toen was het dus al dat mijn hond heel de tijd vervelend was. Dus zag ik mijn stagegeleider ook echt kijken van, what the fuck is dit? En nu was het mijn kat. Ja, ik weet niet wat het is jongens, maar het slaat echt helemaal nergens op. Maar goed, ik ga nu zo chillen. Ik ga Efteling vlogjes kijken, ik ga lezen. En ik ga dit boek, ben ik voor de boekenbingo bezig. Ik zal hem even pakken. Deze. Hij is op zich wel leuk. En ik ga even proberen wat te schrijven voor mijn fanfictie. En ik ga proberen in mijn Chris Colfer boek te lezen. Maar goed, als dat niet lukt, dan is het jammer. En misschien... Oeh... Gaat bijna mijn telefoon. En misschien ga ik nog eventjes zingen vandaag. Maar goed, ik weet nog niet zeker of dat ik dat ga doen. En ik hoop in ieder geval dat ik een... Ik blijf dat een uur of 12 boven. Dan vind ik het wel mooi geweest. Dan zeg ik gewoon dat het maar een korte dag was vandaag. Want morgen moet ik weer tot weet ik veel lang boven zitten. En dan hou ik het hopelijk iets langer vol. Maar goed, ik kijk wat het voor lang ik zin heb om boven te blijven. En ik denk, ik kan me prima vermaken met Netflix en alles. Ik heb letterlijk 4 streamkanalen waar ik op kan kijken. Maar goed, ik kan niet casten, want dan is mijn moeder het. Dus ik moet het wel via mijn laptop kijken. En ik wil niet altijd inloggen, dus dat wordt alleen Netflix voor mij. Maar goed. Ja, ik zie jullie vanzelf alweer.
jongens, ik ben dus nu bezig voor fanfictie. Ik heb net 4 hoofdstukken gelezen van mijn boekenbingo boek. Uit mijn boekenbingo boek. En ik heb hem, nou ja, bijna uit. Ik moet nog wel een paar hoofdstukken hoor. Maar goed, prima. En nu ga ik verder voor fanfictie. En dan ga ik straks denk ik nog een half of een heel hoofdstuk lezen van het boek van Chris Colfer. En heb ik mijn tijd wel voldaan, zeg maar. Dus ik mag 20 minuten hier aan zitten. Dan was het 40 en dan was 20 minuten aan het andere boek. En als ik er dan niet uit, als ik dan dat hoofdstuk niet uit heb, dan hou ik hem gewoon voor vanavond over of voor de dag daarna. Maar goed, dan weten jullie dat. Ja, jongens, dit is mijn nieuwe cd van Hollywood Vampires. Dat is een band met Johnny Depp en Alice Cooper en iemand van Aerosmith. Super cool. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die klinkt. Nou jongens, bij deze wil ik graag de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Tot de volgende. Joe!